Het hof. De terechtzitting is geopend. Bent u Hans Albin Rauter, geboren te Klagenvoort, Oostenrijk, 4 februari 1895? Hallo. Verstaat u Nederlands? Mooi, Nick. Schwierig. En u spreekt het ook niet? Maar ik versteer niet u naar president Hansen spreken. De procureur-fiscaal, meester Zuijer, begint dan met de voorlezing van de tenlastelegging. Rauter wordt ervan beschuldigd dat hij een beleid heeft gevoerd waarbij verdachte opzettelijk in het kader van de Duitse vervolgingspolitiek tegen de Joden dienstengeachte maatregelen heeft genomen, met als algemene strekking het afzonderen, samendrijven en gevangen nemen der Joden als onderdeel van hun deportatie over de Duitse grens, hetgeen gelijk de verdachte als zeker moest voorzien, vervelende dodengevolgen had. Zijn de volgens gegevens van het Nederlandse Rode Kruis van ongeveer 110.000 weggevoerde Joden slechts ongeveer 6.000 teruggekeerd. De verdachte opzettelijk in het kader van de Duitse politiek der arbeidsinzet maatregelen heeft genomen als het doen houden van razzia's en controles tot het vatten van arbeidsplichtigen bij welke arbeidsinzet de gevangen werkkrachten uit de burgerbevolking van bezet Nederland met het oog op slavenarbeid naar Duitsland werden gedeporteerd en velen dient ten gevolge zijn omgekomen. Verdachte opzettelijk door razzia's gehouden op 6 februari 1943 en door latere arrestaties zich meester heeft gemaakt van een groot aantal Nederlandse studenten en hen ter deportatie naar Duitsland aan de daarmee de belaste Duitse overheidsorganen ter beschikking heeft gesteld. Verdachte opzettelijk ter vergelding van tegen de bezettende macht gerichte of als zodanig opgevatte handelingen systematisch als maatregelen heeft aangewend. Arresteren en gevangen zetten van onschuldige burgers, represaille moorden op Nederlandse burgers, waarbij burgers werden neergeschoten bij of na arrestatie, door welk aldus gevoerde beleid Rauter opzettelijk systematisch terrorisme bedreef tegen het Nederlandse volk. Vervolgens wordt een aanvang gemaakt met het verhoor der getuigen. President Jonkheer van Meeuwen ondervraagt de eerste getuige. Jozef Schreieder. Jawel. 43 jaar. Vroeger criminaaldirecteur, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Rotterdam. Hoi. Dat begin ik kort zijn kleren af, meneer president. Ik wil vragen of u de eed wilt afleggen. Jawel. U kan de twee voorste vingers op en zegt u mij na zo waarlijk. Zo waarlijk. Helpen mij. Helpen mij. God almachtig. God almachtig. Rauter had hij hier... Schreieder, die berucht geworden is door de rol die hij gespeeld heeft bij de contraspionage der Duitsers, geeft een omschrijving van de functies die Rauter in bezet Nederland bekleedde. Voor dat sicherheidswesen. De vroegere propagandaleider der NSB van Geelkerken wordt dan gehoord in verband met een door de Duitsers voorgenomen fusillering van 50 gijzelaars. Op de dag na de aanslag op generaal Seyfarth bent u ook aanwezig geweest op een bijeenkomst in de werkkamer van Zijs Inkwart. En het plein, en was Zijs Inkwart zelf, was daar ook bij en verder was daar onder andere Rauter. Ja. En toen is gesproken over de maatregelen die naar aanleiding van die aanslag moesten worden genomen. Ja. Heeft Rauter toen bij die gelegenheid op aangedrongen dat de gijzelaars zouden worden doodgeschoten? Op aangedrongen niet meer, president. Dat... Hij heeft opgezond de maatregelen die zouden genomen worden en die naar ik meen waren vastgesteld in een bespreking die van tevoren had plaatsgevonden. Tussen wie? Tussen Zijs Inkwart, Rauter, ik meen Wiemer en Harster. Als ik me goed herinner. Ja. En toen was één van de maatregelen die daarbij werden opgezond de doodschieten van 50 gijzelaars. Heeft meneer nog een vraag aan deze getuigen? Iets te vragen aan deze getuigen? En zijn niet nemen. Ja, ga ik maar hier achter zitten. Geef ik dan het woord aan de heer procureur fiscaal. Meneer de president, edelgeachtbare heren. Indien latere historici zich enigszins mochten willen verdiepen in de bijzonderheden van het werk dat wij hier verrichten, dan verwacht ik dat zij twee processen als hoofdmoment zullen zien. Dat tegen Mussert en dat tegen Rauter.
In de ogen van ons volk, thans, zijn dat stellig de hoofdmomenten. Omdat Mussert personificeerde het landverraad en Rauter, meer dan zij zijn kwaad, den vijand. Hij heeft zakelijk bezien wat hij gegeven de omstandigheden in Nederland daar nodig achtte. Hierin heeft hij dan ook geoordeeld en gehandeld met al het fanatisme van zijn militante geest. Zoals hij het gedaan heeft hij het gewild, volledig en zonder reserve, goed of kwaad, rechtvaardig of onrechtvaardig, internationaal recht of geen internationaal recht. Rauter heeft, vanaf de dominerende plaats die hij innam, en die overeenstemde met die van Himmler in Duitsland, in Himmlers geest, door zijn voorbeeld en leiding, die onmenselijke menselijke machine opgezweept en bezield. Aldus bezien mag men in hem wel de boze genius van de bezettende macht in Nederland zien. Zijn daden waren misdaden tegen normen die boven landen en volken uitgelden als kostbare tanden onze christelijke beschaving. Edelgrootachtbare heren, wilt bedenken dat gij hier zit niet om te oordelen als Nederlanders over een vijand, maar omdat aan u als rechtsprekend college de handhaving der supranationale rechtsorde werd toevertrouwd. Veroordeelt daarom deze verdachte voor de ontstellende misdaden die hij bedreef tegen de supranationale rechtsorde, terwijl hij om haar onbekommerd als Duitser naar Duitse methoden de Duitse oorlogvoering diende. Voor hem past slechts de doodstraf. Aldus rechtdoende staat het u als Nederlanders tevens vrij voldoening te voelen dat gij recht kunt doen aan hen die in de strijd van bezet Nederland streden, leden en vielen, in de mate waarin de aardse justitie dit doen kan. Meester Van Rijkenwörsel houdt het pleidooi. Hij bestreedt de rechtsmacht van het Hof, onder andere op grond van het verdrag van Genève van 1929, krachtens het welk Rauter als krijgsgevangene berecht dient te worden door een militair gerechtshof. Ten aanzien van alle punten der tenlastelegging ziet hij strafuitsluitingsgronden. Hij beroept zich daarbij onder andere op het landoorlogreglement en op recente uitspraken van het Amerikaanse Hoge Gerechtshof in Nuremberg. De verdachte heeft het laatste woord. Ich habe nächtelang in diesen 3 Jahren, wo ich gefangen saß, mein Gewissen erforscht und studiert, ob ich wirklich ein Kriegsverbrecher bin und ein Verbrecher in diesem Sinne. Ich bin immer zur Auffassung gekommen, dass ich mein Bestes getan habe, um jede unnötige Sache zu vermeiden. Ich habe mich niemals schuldig gefühlt. Und wenn irgendjemand, wenn der Presse derartige Mitteilungen gebracht worden sind, so sind es Unwahrheiten. Ich habe die volle Verantwortung immer für meinen Sektor von Haus aus übernommen und erklärt, dass ich als Offizier das, was ich befohlen habe, naturgemäß dafür eintrete und dass ich insbesondere mich verpflichtet fühle, für meinen Sektor, den ich vorstehe, als eine Selbstverständlichkeit einzutreten. Dann wird nu het onderzoek gesloten. Dann zal het Hof de uitspraak bepalen op donderdag over een week. Daaraan evenwel toevoegend dat er grote kans bestaat dat dan nog niet direct de einduitspraak zal worden gegeven. Dus de slotuitspraak van het Hof eerst is te verwachten over ongeveer 4 weken. Met de uitzending gesloten.